Helemaal zo positief om met het nieuws vandaag. 29 militair die eind vorig jaar in Bergen op Zoom dronken iemand doodreed, heeft 2 jaar cel en TBS gekregen. De militair leidt naar missies in Afghanistan met posttraumatische stressstoornis en gebruikte veel drank en drugs. Hij werd daarvoor behandeld, maar onttrok zich daaraan. Hij is onder meer veroordeeld voor doodslag. Triest de gebeurtenis, iemand doodrijden, dat is natuurlijk verschrikkelijk als zoiets plaatsvindt. Maar in mijn optiek, mijn mening, heeft die man ondanks die bepaalde problemen heeft, posttraumatische stressstoornis, vind ik dat hij wel een heel lage straf heeft gekregen, 2 jaar straf en ook nog TBS er dan bij. 2 jaar straf voor iemand doodrijden die dus nooit meer terugkomt, vind ik gewoon heel erg weinig, maar dat is mijn eigen mening. Dat is nou eenmaal de rechtsstaat in Nederland. Als je dat in Amerika zou doen, dan zou je voor mij 20 jaar moeten brommen. Maar in Nederland krijg je 2 jaar cel. En voor de familieleden waar de persoon door is overleden, de nabestaanden, is dit een hard gelach, want ze krijgen hun zoon of ik kan niet goed zien wie er is overleden, maar ik kan niet goed over oordelen. In ieder geval hun kind, moet zomaar zeggen, krijgen ze er nooit door terug. En wat voor straf je ook iemand geeft, kind, ze krijgen er nooit terug. Maar ik vind 2 jaar cel veel te weinig. Maar nogmaals, dat is de Nederlandse wetgeving en rechtsstaat. Daar kun je weinig aan veranderen, maar in mijn optiek had het gewoon meer moeten zijn. Maar helaas is dat in ieder geval de rechtsstaat bepaalt en dat bepalen wij niet. En dat is misschien ook maar goed ook.